Hermanos y hermanas, Fantime en Nico, supergoed dat jullie er zijn. En zoals jullie kunnen zien is onze grote vriend Keizer Hierhuis hier weer. Ja toch? Jongen, top dat je er bent. Top dat je er bent. We kunnen niet ontbreken toch? Nee. We gaan geen serie zonder mij. Nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Maar los van dat, ja. Hoor ik je ook alleen maar zeggen dat we gaan winnen. Ja toch. Dat is geen vraag, man. Ja? Hoe speel je zelf als drafts, of niet? Ja, man. Ik speel veel drafts. Ik heb het merendeel gewonnen, dus alle vertrouwen. Mm-hmm. Zelfs volgens mij, ik heb al een keer met z'n tweeën gespeeld, ook gewonnen. Dus. Mm-hmm. Want de laatste keer dat je hier was, hebben we twee pack-openingen gedaan. Ja. Superleuk. Toen speelden alle twee nog Fanatiek Weekend League. Ja. Nu nog maar één van ons. Maar nu is het vandaag. Vandaag ga je laten zien wat je in huis hebt. Ja, man. Je bent zelf ook begonnen met YouTube. Voor iedereen die dat nog niet weet of die dat nog niet gezien hebt, check dat sowieso. Hoe heet je op YouTube? Keizer Hierhuis gewoon. Gewoon je hele naam. Ja, gewoon mijn naam. Keizer Hierhuis. Sterk. Met KAJ natuurlijk. Sterk. Omdat je begonnen bent met YouTube, ja. wil ik je een klein cadeautje geven. Oh. Je hebt hier natuurlijk twee afleveringen gemaakt. Je bent hier nu weer. Ja, ik heb een klein cadeautje voor je. Voor in je gamekamer, in je game room. Ik heb hier je eigen kaart. Hij is speciaal voor jou. Ik hoop dat je hem tof vindt. Oh, gruwelijk, man. Een icon. Ja, een icon. Een icon. Laten we even goed zien. Dynamic image. Hoe vind je dat? Ja, gruwelijk, man. Dit is toch vet, man. Zo'n dynamic image erop. Goed, voor iedereen die nu aan het kijken is, het is namelijk ook zo, we hebben er twee. Dat betekent dat Kai zo direct zijn handtekening gaat zetten op die kaart. Okay, jij kan hem winnen. En je ziet nu mijn Instagram in beeld, hier ergens. Even kijken, ja, hier ga ik hem doen. Volg me op Instagram, er komt binnenkort een post op het moment dat deze video online is. Jij kan hem winnen. Voor nu, gooi je duimpje omhoog, we gaan vandaag voor 2000 likes. Oh. En we praten al veel te lang. Snel, twee we praten al veel te lang. We moeten beginnen, man. Kai moet gewoon gaan laten zien wat hij in huis heeft. We hebben praatjes. Niet alle tijd, hè. Ik ben benieuwd, we beginnen met de opstelling. Kai, zie je eruit. Ja, ik heb het net al gezegd tegen je. We gaan 4-3-1-2 kiezen in plaats van 4-3-2-1. Waarom? Waarom? Omdat ik dit een lekkerdere opstelling vind om mee te spelen. Plus, ik denk dat wij hier een hele hoge rated draft kunnen. Maar je hebt nu geen buitenspelers. Nee, klopt, maar we hebben spitsen en die zijn aardig hoog in dit spel. Dus, Als een spits het zegt. Hey, ja. Scan it toch? Ja toch? Dan gaan we. Het begint al met die aanvoerder, hè? Ja, maar die is dat zet een beetje de toon al. Oei, joh. Dat is niet heel best. Maar nee, weet je wat we doen? Kijk, dit is tactisch. We kiezen Coutinho, want dan gaat hij op de bank. Oké. Dus dan heb je gewoon een hoofd voor op de bank. Oké. En dan kunnen we vanaf daar kunnen gaan bouwen. Oké. Beginnen we bij de spitsies. Dit is meteen een goeie. Dit is een goeie. Oh. Ja, man. 93 Aguero. Niemand klaagt, toch? Easy snack? Makkelijk. Nou, hier dan. 99 Messi, niks willen horen gewoon. Oeh. Hey, maar het is wel een leuk begin, man. Het is een leuk begin, maar welke kant ga je op? Gaan we gewoon voor Harry? Of gaan we voor Antoine? Ik vind persoonlijk Harry Kane verschrikkelijk, maar het is jouw draad. Eens kijken, lekker. Nee, we gaan gewoon hoog zweet pakken, Chris, man. We gaan gewoon vol voor die Harry. Je wil een record zetten, hè? Maar wie weet. Oh, dit is weer een goeie. Pelé of zo. Oeh, vet. Oh, nee, Marcito. Maar je linkt niks. Ja, maar wat gaan we... Je linkt niks? Gaan we geen Neymar pakken hier? Kan dat. Kijk, niks linkt echt. Niks linkt echt. Klopt. Dus klopt. Ja, dan gaan we gewoon voor Neymar. Klopt. Je hebt wel wat icons nodig, zo direct. Zo ja, maar hier komt de eerste. Weer een goeie. Ja. Je blijft gaan. Oh, dit is wel eng. Arthur kan met Griezmann. Party is wel het perfect link, hè? Arthur kan ook met Neymar, vriend. Oh ja, zie. Ja, man. Guendouzi kan weer we met Arthur. Aguero. Ja. En is Frans. Arthur is wel echt een hele zieke speler, man. Ook in het echte voetbal. Maar Arthur, we gaan Arthur. Maar parties, ja. Lastige, we gaan gewoon highest rated Arthur. En dan komt er. Oké, dit kan. Dit is oké, dit is zo'n middelmatige. Verratti voor Neymar. Ja. Ik heb er niet een heel goed gevoel. Moet je accepteren. Tot nu toe heb ik er nog niet een heel waarom goed gevoel. Waarom niet dan? Ja, weet ik. Kijk. Het is een beetje rommelig. Ja, maar we gaan van de vieren kijken. Gewoon omdat het kan. Garrett. Maar geen buitenspelers, want Kai wil de spitsen. Mascherano linkt natuurlijk wel met Arthur, maar dat gaan we niet doen. We gaan gewoon voor de Garrett. Kom op, man. Oh, dit is een goeie. De Messias. Ben je er blij mee? Dit is ook wel een geile kamer. Naast Gries. Ben jij er? Ja, dat is Frans en Frans. Oeh ja, man. Maar Messi is wel... Je moet wel naar nationaliteiten kijken. Je speelt wel eens fut, toch? Je weet hoe het werkt gewoon. Maar we kunnen toch Messi niet achterlaten? Nee, ja. Of gaan we voor die 99 Messi? Ik baal het er eerst al van dat je niet gewoon een rechtsbuiten hebt. Gaan we voor die 99 Messi? Oké. Okay. Gaan we nu weer naar de basis. Ja, zeg. Dit is een goeie. Ramos, die hier. Varane. Varane, die hier, heerlijk. Kijk, nou, nu begint het een beetje in elkaar te vallen. Heerlijk. Deze is denk ik wat minder. Oh, maar niet uit. Ik zeg eerlijk, je achterkant begint er leuk uit te of zien. Dat driehoekje met Arthur. Of Piqué. En dan wachten we op Team of the Year, Ramos. Dat zou ik niet doen. Waarom niet? Ja, dat zou ik gewoon niet doen. Die kans is te klein. Dat zou ik echt niet doen. Nee? 59 Oké, okay, we kiezen hem. 92 Ramos. Ik zou linksback. Helemaal, die Ramos is al beter dan normaal. Kan nog Marcelo zijn.
De La Bea is prima. Ik heb wel vertrouwen dat Marcelo wel nog komt, maar die Ramos vind ik wel heel, heel groot risico. Wie wil je op doel dan? De Gea? Timo De Gea, man. Of Yashin. Yashin. 95. Oh, Lehmann. Zijn we tevreden mee? Okay. Eerste icon is, is okay. Binnen. Eerlijk. Je hebt nu de eerste 11 gemaakt. Hier, boarding 90, 86. Wat vind je er nu van? Wat moet er nog veranderen? Nou, het zou lekker zijn om hier een Vieraatje te pakken op CM. Vieraatje. En dan verder zien we het wel. Je bent ambitieus, man. Nou, let's get it. Oké. Vinicius. Kun je geen buitenspelers? Nee, maar niet uit. We pakken hem gewoon, weet je. Het gaat elke keer van. Dat je zo'n buitenspeler krijgt, is echt gewoon een soort van indirecte sneer dat je dat niet gekozen hebt. Roberto Lewandowski. Of Sterling. Nee, Lewand, man. We gaan voor die high rateds, man. Gullit zou lekker zijn. Dit is een goeie. Oh, mijn god. Johan Cruyff. Die is wel heerlijk hoor, die had ik nooit meer verwacht hier. Ja, ik ben even aan het kijken hoor. Ja. Wil jij met Ben Yedder aan de start in plaats van Anguilla? Ja, kan wel. Ik vind hem op zich, ja, is goed. Goed, hermanos y hermanas van Tiñaniku. Als je zit te kijken, 2000 duimpjes omhoog. De duo-draft met Kai Sierhuis. We gaan beginnen, we gaan op zoek naar die eerste tegenstander. En volgens Kai krijgen we geen één doelpunt tegen. Ik betwijfel het, maar hij zal het weten. Fuck! Hoe dan? Ja, dat is een leuke ploeg. Eusebio, Maradona, Ramos, Roberto Carlos, Lehmann, Mbappé. Cavani. Een iets betere ploeg. Is er nog een visie of zo die we moeten... qua spel, zeg maar? Nou, wat we doen wat, is wat gewoon... Wat verwacht je? We laten de bal het werk doen in de as. Af en toe komt er een backup en dan gaan we gewoon kijken hoe en wat. Wie ben ik? Blauw. Okay. Hey, succes bro. Jij ook, grap. Doe maar eens. Tuurlijk, even openen. Leuke bal, hoor. Waarom niet? Er mag overgespeeld worden. Nee, hij gaat zich zo... Lekker, bro. Maar ik 1-0, gewoon, 7 minuten. Ik doe gewoon die easy things, weet je wel. Time finishing kan nog dus. Finesse is er gewoon, hoor. Maar, ja? Ja, ik weet niet waarom mensen denken dat dat weg is. Finesse is er gewoon. Met Arthur. Okay. Kleine La Croqueta. Okay. Finesse shot. We hebben een paar dagen geen FIFA gespeeld, maar zoals je ziet maakt het niet uit. We zijn daar. Hele snelle 1-0. Heel sterk gedaan. Strak het middenveld in spelen. Modric. Oké. We zijn dus op dit soort dingen. Rechts. Oh, we zijn dus op dit soort dingen. Wacht. We hebben nog nooit samen gespeeld, hè, toch? Nee. Van in een team, zeg maar. Nee, nooit twee tegen twee. Maar dit is... Dit is wat ik zeg. Die combinaties in de as. Ja, die combinaties in de as. Lekker. 4-1-2-2 was wat vorig jaar iedereen speelde, toch? Zeker, en dat jaar ervoor ook. Dat werd echt alleen, heel veel gebruikt. Alleen, nu gebruiken mensen het ook nog steeds wel, hoor. Is dat toch wel heel erg vrij? Ja, dus ja. Rood getimed is een goal nu? Oké. Ja. Wel jammer man, want ik dacht echt dat we er geen 1 tegen ging krijgen. Maar als rood getimed nu een goal is. Ja, jammer. Wat moet je dan zeggen? Heel jammer. Nee, dat is gewoon jammer. Jij erop. Ja. Pak die as. Wauw! Huh? Hoe kan dat? Nou, ik weet niet man. Het is een goede aanval, maar. Nee, maar dat gaat wel iets... rare dingen man. Ja, het is wel heel ziek. Hè? Hoe krijgt hij constant mee dan? Zo'n verrader, Team of the Year. Ben jij er? Oh. Doen! Colasso! Lekker! Lekker jongen. Goeie. Oh, ik had even stress houden tijdens deze aanval. Ja, want het... Je moet geduld houden. Ik snap het. We maken er een spannend potje hier van. Hier eventjes die heel-to-heel. Bam, low driven lange hoek. Kansloos. Ik swing hem hier. Dit is echt een goede bal, bro. Boom. Oh, ja. Breng hem maar in. Een grapje. En dan... Oh! Griezmann! Lekker, jongen. Goeie goal. 2-4. Wedstrijd gespeeld. Zou je zeggen? Ja, man. Griezmanno. Goed, Janna. Goed die druk. Niet spelen vooral. Nou, doe dat joh. Hij moest even per se scoren. Hij moest even scoren, want jij die andere vier toch? Ja. Goed, hermanos en hermanas van Tiñaniku door Kaiser Planga. Zie ik Del Piero, George Best,
zieke Douglas Carr. Douglas Costa. Ja, ja, ja. Pogba. Fit birthday. Ah, dit is wel dringend, toch? Kijk, dit is lekker, hè? Even vier man achterop. Wat is dit voor frappante iets? Dit deed ik niet eens, hè? Keepertje gewoon! Broer, wat doe je? Wat goed. Overzicht. Oh, dat is geen overzicht, bro. Terug! Tweede! Ja, bro. Zoek de oplossing. Hier, naast je. Aanleg voor een shot, hè? Ja, bro! Dat is rood! Goeie goal, Janna. Belangrijk. Ja. Dusan Benket ze net voor rust. Lekker. Ik vond het iets te moeilijk toch wel. Iets te moeilijk bedacht van mij, hoor. Super goal, man. Is echt een goede goal. Maar als je hem groen had getimed, was hij gewoon voor misschien nog beter. Dat is leuk. Doe dat. Ramos. Waarom time hem niet, bro? Het lukte me niet. Ik probeerde het wel, maar het lukte niet, ouwe. Dit is zo'n mooie bal, hè. Het is in ieder geval een energieke wedstrijd. Ja, we zijn beter, man. Er gebeurt veel. Er zal nog een tandje bij moeten. Oh. Gaat hij nou met een man? Geluk zeg. Gaat hij met een man minder dit doen? Kijk die tweede man daar, ja. Oh mijn god. Kom op. 10, 11 tegen 10, kom. Aftrap, kom. Ja, dat moet zo. Waarom niet dan? Dit is gewoon helemaal groen, hè? Nee, hij was niet groen. Hij was helemaal niks? Nee. Terwijl ik hem wel gewoon doe. Ja, het was echt fantastisch. Wel geluk. Door. Doe dat alsjeblieft. Nee. Hij komt hem niet erin. Kom, het kan nog. Nee. Ja, dit is... Sierhuis, dit was de kans. Ja, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Echt dit niet. Was de kans. Dit was de kans. Ja, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik zeg het. Hebben. Die moet je. Doe zelf, alsjeblieft doe het zelf. Doe het! Ja! Ja! Lekker jongen! Ben! Oh. Bro, uit stress, ik ging hem afleggen, ik denk ik moet hem afleggen. Je... Oh mijn god. Kom! Okay, houd nu vast. 11 tegen 10. Houd nu vast. Geen aftrap tegen alsjeblieft. Jij, we gaan er nog gewoon voor. Nee, wat doe je? Rust. Kan nog. Oh, ja, kan nog. Steek. Rechts. Ja! Ja, Oei. Antoine, oh, ik denk je verkloot het nog, maar je doet het, man. Je doet het. Oh, Ragequit. Lekker bro, wat een... Kijk, maar ook zwaar terecht, hè. Hard bro, 5-2, 3-2. Dit was echt een gestoorde wedstrijd, dit had ik niet verwacht. Man. Toen hij die laatste scoorde, had ik dit nooit meer verwacht. Bro, we moeten door, we pakken het nou helemaal door, in één keer. We moeten door, Hermanas van Team Janiku. Gooi je duimpje omhoog, 2000 likes. Gooi die duimpjes omhoog hoor, als dit geen draft is, Janna. Het is tijd voor de halve finale. Hey, man, speel. Hij wel gruwelijk te nieuw. Ja, ik weet niet hoe hij eraan komt. Maar ja, zien we zo wel. Goed, daar zijn we weer. Hazard, Lukaku, Bale, dat is die Sarabia of zo, Wijnaldum. Het team valt mee. Sterker nog, het is het slechtste team waar we tot nu toe gespeeld hebben. Dat wel, maar we onderschatten het zeker niet. Het is een Duitser. Duitsers zijn altijd goed. Mm-hmm. Hij heeft een gek tenue. Ja, dat tenue vind ik ook raar, ja. Dat kennen wij niet. En als wij het niet kennen, dan moet je toch eventjes je voorbereiden. Het is gewoon een zaak om even één goede... kans te creëren, zoals deze. Klaar mee. Maak hem, Kai Sierhuis, met een halve omhaal. Lekker, jongen. Ik zei het al, moet gewoon één goede kans creëren, scoren en is het klaar. Dit potje is gespeeld, Jan. Nou. Keeper. Wauw. Aftrappen, ja. Wat is dit dan? Is aftrap, toch? Door voor die dingen. Naar rechts. Dat is aftrap, Janna. Kan gebeuren, kom. Komt je van eigen leer bij me? Oh, je moet spelen. Scheids. Is geen overtreding. Je moet wel spelen. Ja, tuurlijk. Dit ook weer. Het gebeurt twee keer. Ja, nou, dit is echt ongelofelijk, ouwe.
Dit is nu twee keer gebeurd. Ja, maar wat is dit? Maar what the fuck, ouwe? Wat is dit? Kom, even serieus. Maar dit is toch niet eens leuk? Ja, ik wil wel keeper verkeerde kant, man. Maar waarom gebeurt dat twee keer al? Doe het ik weet het niet, ouwe. Maar we gaan gewoon nu focus en dan scoren we. Ga lopen met Aguero. Alsjeblieft, Jan. Nee. En ik time hem gewoon weer, hè. Ik time hem gewoon weer. Helemaal open goal. Rust. Oh nee, hij speelt naar de verkeerde. Ik kom er niet bij. Maar ja, dan krijg je nog één kans. Dit wordt hem. Ja, bro. Slechte shot daar, kom. Hoogstaan. Nee, het is nog niet klaar. Ga naar die rechtsback, ga naar die linksback. Hij gaat de tijd pakken. Nou, we krijgen nog één kans hier. Winnen. Belangrijk. Je moet naar voren, speel maar in. Speel Aguero in. Links. Ja! 2-2! Suuu, papa! Suuu! We moeten opletten, maar dit is heel goed voetbal. Hè. Ja, kijk, dit is fantastisch. En ik zeg ook, deze man is... Kom op, verlenging. We gaan het doen, bro. Wij winnen deze draft. 12 schoten tegen 8. 12 schoten tegen 8. Jeez. We moeten nu vooral verdedigend goed zijn, bro. Keeper. Wat is zo zielig. Hoe dan? Ja, kom op, we fixen het nog, maar dit is wel nergens op. Maar weer... 3 sausgoals. Ja, maar wat kan je hier aan doen dan? Het is gewoon 3 keer aftrappen. Ja, maar ja, was aftrapdoel weer. Leeman, ja. Tuurlijk, waarom niet, ja. Groot gelijk heb je. Kan naast je, hè. Naast je! Oké, maar dit is goed getimed, bro. Naast je kon, hè. Ja, sorry. Heb je. Mag zo? Oh. Nee, doe. Tuurlijk. Laat die maar naar Janna over. Tuurlijk van Janna, man. We zijn hier niet om grappen te maken, hoor. Kom even op, hé. 3-3, nog een keer. Godzimijne. Dankjewel, hè, vriend. Shekroen Shad. Dat je deze goal even aan ons geeft. Oh, gaat hij weer aftrappen? Nee. De aftrapglits? Nee. Mijn ogen. Rustig. Niet al die knopjes indrukken, joh. Gek. Kai, ja, je bent zo slordig. Dit is Modric. Als Modric opeens geen bal meer met zijn linkerpoot kan geven. Hij krijgt gods alles mee. Ja, er gebeuren rare dingen, Janna, maar we zijn nog steeds in deze game en we zijn beter. Dat weet jij ook. Geef! Terug! Naast je dan, kijk! Nee, ik kon hem niet afleggen. Kijk toch straks in die beelden, ik kon hem niet afleggen. Maar ik schoot hem wel slecht. Daar gaat hij. Dit is hem. Time hem niet goed, man! Naar wie? Midden. Het centrum. Speel door. Hij kan niet meer rennen. Jawel, dat is Aguero. Trek voor. Hoe fluit hij? Hij fluit op. Penas. Kom op. Jij bent mijn rechtshand. Vamos! Kom op. Jij neemt hem. Shit. Jij bent hem. Oh, we hebben nog nooit een penalty fase gehad. Nu ik! Ja, Janne. Wat gaat hij doen? Jij ziet het aan de... Huis, een keeper neemt. Wacht, je ziet waar hij gaat schieten. Ik denk in het midden. Ja. Ik blijf in het midden staan. Ja! Dat is belangrijk! We gaan het doen! Nee, rustig blijven. Mag ik hem stiften? Nee. Okay. We gaan niet stiften. We gaan gewoon prikken. Prik alsjeblieft die bal. Ja! Dit is niet normaal. Blijf in het midden staan. Nee. Blijf ik weet al waar hij gaat schieten. Boom shakalaka shaka, oom shakalaka shaka, oom shakalaka. Jij bent. Ga je hem stiften? Nee, ben jij er eens moe, man. Steffie. Ik kan niet stiften. Bro, wat doe je? Ik denk schiet gewoon recht door het midden, man. Nee, dat kan gebeuren. Pak hem en het is klaar. Janna. Janiko. Ik wilde naar die kant. Ja, fles klaar. Score alsjeblieft, dan is het klaar. Score is klaar. Ja, kom op. Doe het alsjeblieft. Ik wil geen zenuwen, bro. Ik ga niet zeggen wat ik gedaan heb. Flikken, kom op nou, man! Nu kan het toch wel misgaan! Nee, maar ik weet waar die schiet, man. Ja, ik weet precies. Als jij scoort, hebben we nog steeds gewoon, hè? Ja. Ja! Ja!
We zitten in de finale. Oh, yo, dit is de man. Gekste draft die ik tot nu toe gehad heb, ik zweer het ja, je. Ja, ik ook. Dit is de gekste draft die we hebben ooit meegemaakt. Hermanos y hermanas van Team Yaniku. Als je zit te kijken, 2000 likes. Alsjeblieft voor deze video. De gekste duo draft tot nu toe. En blijf sowieso kijken, want straks 2000, gaan we man. Deze vetkaart signeren. Signeren Dokai, handtekening erop. En wie weet is hij voor jou. Ja man, misschien wel. Wat een dag. Hermanos en hermanas, dit is zijn team. Wel een leuke ploeg, moet ik zeggen. 5-2-3, interessant. Luis Figo, Maradona. Goede ploeg, Harry Kane, weinig snelheid. Je moet hem een beetje naar de as brengen, denk ik. Want hij gaat heel breed spelen. Hij Ja, wij spelen heel compact. En wat betekent dat? Dat het gunstig is. Is dat goed? Kunnen we hem dan verrassen door het midden? Ja, dat wel, maar verrassen er is ligt niet natuurlijk, meer. Er ligt wel veel ruimte om te wisselen, bro. Maakt niet uit. We beginnen eerst even met het balletje rond te spelen. Nee, ik ben niet fan van dat. Dat doe je nu 4 wedstrijden achter elkaar. Ja, maar dit is doe toch gewoon een overtreding? Ja, doe maar gewoon mee. Oké, oké. Hij kan wel voetballen, man. Hij kan FIFA spelen. Hij weet hoe dit spelletje werkt, jongens. Oké. Uitstekende omstandigheden. Goed, we zijn er weer. Oeh, dit is gewoon leuk, want ik word uit de tent gelokt. Ik ben uit de tent gelokt met Varane. Ja, dan is hij al gauw weg. Virgil van Dijk tegen Arias. Nee, is Virgil, ja. Nee, dat is Arthur. Kom op, ja. Serieus, man. Ja. Door, voetbal, speel. Ja. Pas. In één keer. Met gevoel. Fantastische goal, Janne. Heerlijk, jongen. Tuurlijk, goosetje. Come on, we zijn er, man. We zijn er helemaal. Johan de Baas Cruijff. Waarom hij nummer 15 draagt, is voor mij een vraag. Voor Janne ook. Maar goed, we zijn er weer. Geen aftrap nu. Even die aftrap er helemaal uit. Krijgen we weer een afval tegen? En de keeper heeft hem? Maar ook beweeg, weer niet. Ik beweeg me aan een goede hoek, hè? Ik snap je. We krijgen gewoon weer een aftrap tegenhouden. Kom op, weer een aftrap. En ik schop nog eentje neer om hem eruit te halen. Goed, heb je. Heb je nu zelf een dag? Kut goals. Maar we zijn er weer! 2-2. Oh joh. Ik ga beginnen het heet te krijgen in deze verhaal. Jezus. Mee. Mee. Naast je. Penna, op de stip. Op de stip. Goeie actie. Goeie actie, Jan. Goeie actie. Dit is zo hoor. Dit is lekker hoor. En dan mag ik uit gaan doen. Ik ga hier kijken. Je hebt hem sowieso gescoord. Bro, speel! Nee, je hebt hem gemist. Goal! Luister dan, ik wilde hem rechts shaken en naar links schieten. Het is een achtbaan. Weet je wat hij doet? Het is een achtbaan. Hij schiet hem door het midden. Hij schiet hem door het midden. Maar, ja, maar ik wist niet turn. Bro, besef, ik kijk daar naartoe en ik hoor... Dus ik dacht... Ja, speel. Dat, ik dacht... Hij zit erin. Ja. Goed, weer die aftrap eruit. Belangrijk. Jezus, man. Maar wel een corner. Ja, een corner. En hij heeft die Van Dijk. Ja, maar man. Ik ben daar Van Dijk met Varane. Ja. Pak die Van Dijk is. Pak die Van Dijk is. En wat kan je hier aan doen? Wat kan je hier nou aan doen? Kom op, Janne. Hey. Kop op. Pak die Van Dijk. Ja, maar ik sta daar met, hoe heet hij, hè? Met Varane. Ja, ik weet niet wat ik dan moet doen. Hè. Het is wel gelukkig. Belangrijk. Belangrijk, Santiago. Door. Arias. Arthur. Niet doen. Niet doen! Niet doen! Dit scheelde zo'n stuk. Hey! Dit scheelde zo'n stuk. Waarom dit scheelde doe zo'n je stuk. Dit? Ja, maar je weet dat Stift onbetrouwbaar is. Je hebt hem, je hebt hem, je hebt hem. Jij. Rust. Oké, Aguero. Ga naar de bal wat toe. Wat doet hij nu? Ja, is prima. Verratti, Verratti. Arthur. Griezmann. Terug op de 16. Ja. Nee. Verratti. Waarom zet je speel hem erin? Vragen ze hem wel eens af. Speel hem! Verratti. Waarom zet je hem erin? Pas op voor die PS. Bro. Mijn PlayStation vliegt er mij naar. Wat doe je? Hoe heb ik die gemist? Ja, maar wat doe je? Ja, maar wat wil je daar doen? Wat wil je daar doen? Wat moet ik dan doen? Ja, maar dit. Wat moet ik dan doen? Moet ik hem dan zo pakken? Moet ik hem dan nu zo gaan pakken, Kai? Ik druk op schieten. Ik speel misschien mijn hele leven. Ik speel al 14 jaar FIFA. En ik heb nog nooit zo'n kans gemist. Wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen? Zeg het me dan. Speel, kom. Zeg kom. Het me dan. Kom, Aguero en Verratti. Het was zo'n mooi einde geweest van deze video. Maar jij wilt het niet doen. Ik trok bijna een PlayStation van het bureau. Ja. Verratti!
guy. Helemaal, wat gebeurt hier? Ah, nu moet je stoppen hoor. Controle speel. Schiet alles weg. Je moet. Goed, belangrijk. Jij? Belangrijk. Loop wel lekker te ballen, hè. Allemaal uit. Oh, goed. Tuurlijk, Karu! Verratti met de bal op Aguero! Praat over smersmers! Oh, chicken. Dit is een stop, hoor. Ik was even stil, want ik geloofde het gewoon niet. Ik dacht, hij gaat hem gewoon... Hij mist hem weer, dus ik zat zo. Aguero doet het. En de assist is van Marco Berratti. Hier, die Oh, ik kan hem nu niet bewegen. Blijf er niet vandaan. Ramos, mooi boy, toy boy. Dit gebeurt weer. Dit gebeurt niet. Hier was Griezmann namen. Kan niks doen. Ik kan niks doen. Weet ik. Het is tijd. We hebben het gedaan. Het is tijd. We hebben het onmogelijke gedaan. Ja. Oh mijn god, man. Wat een draft, hé. Dit is echt fucking ziek, ouwe. Ja, niet normaal. Dit had ik nooit meer gedacht. Oh mijn god, hé. Dit had ik nooit meer gedacht. Wat een video, man. Wat een draft. Hermanos y hermanas van Team Yaniku. We zijn bij een mooi moment gekomen. We hebben de draft gewonnen. En dit is het moment waarop ik Kai de kaart wil laten signeren. Die jij misschien wel kan winnen. Dit is goud. Dit is niet normaal. KS9. Gewoon een minuutje na het winnen van een draft. Even een kleine signeersessie. Wat moet je hiervoor doen? Op dit moment dat de video online is gekomen, moet je naar mijn Instagram gaan. Die zie je nu in beeld. Yannick Lopez, _. Reageer onder de foto hoeveel doelpunten Kai uiteindelijk aan het eind van dit seizoen heeft gemaakt in de Eredivisie. En we hebben nog de packs. We hebben de packs. Deze even weg. En vergeet niet te abonneren op Yannick's kanaal. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Kai Sierhuis. Vergeet ons niet te volgen op YouTube en op Instagram. Dit doen we normaal achter de packs. Nee, maar we gaan gewoon de volgorde. Oké. Okay. En hoeveel likes? Ja, ik zei 2000 als we hem winnen. Ik zei 2000. Nee, we gaan voor 3000. Kom op, mooi. Even allemaal liken. Dit is de ziekste draft die online staat die gespeeld is. We gaan voor 3000 likes. As get it, man. 3000. Dus ja... We gaan ervoor. Oké, nou, dan moet ik daar die G50k komen. Ja, maar dan ga ik ook eventjes voor jou een hele mooie kaart uithalen. Geen wildcard in de eerste. Ja, dat is goudpakket. Ik zei alles maar, dat doen wij natuurlijk hier. Is het dan zo'n dag? We hebben nog nooit iets goed. Is het dan zo'n dag? We hebben nog nooit iets goed gesprek. Nee. Ah, het is niet zo'n dag, helaas. Het is niet zo'n dag. Wel borden. Misschien is dat ook het eerste. Wel borden. Kai, je hebt deze draft op z'n kop gezet. Kastien. Je hebt geschiedenis geschreven op dit kanaal. Ja. Je hebt het onmogelijke gedaan. We hebben gekke dingen gedaan, man. Super tof dat je er was, bro. Ik wil je weer bedanken. Ik wil jou bedanken dat ik er mocht zijn, man. Het was echt leuk. We hebben een leuke draft gedaan, inderdaad. Het was een prima draft. Oh. Dan mag jij nog afsluiten in het Spaans. Heb je vaker gedaan? Kan je hem nog in één keer? Hermanos y hermanas van Team Yaniku. En dan? En dan was het hasta la próxima. Adios!